Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Navenant, Hans en Dranken en restaurant La Casquette. Navenant Kookt is deze week te gast bij restaurant La Casquette, dat gelegen is aan het prachtige Nationaal Park de Maasduinen. In de voormalige boerderij zorgen patroon-cuisinier Hans Drost en gastvrouw Lieneke van Schoten ervoor dat hun gasten kunnen genieten van culinaire schatten aan tafel. Met het prachtige terras en sfeervol restaurant met open haard is het bij La Casquette het gehele jaar door goed vertoeven. Chefkok Hans Drost laat ons deze week zien hoe je zowel binnen als buiten smakelijke gerechten kunt maken. Welkom bij Navenant Kookt. We gaan vandaag een lemon pie maken. Kleintjes, individuele, dat wil zeggen als dessertje bestemd. Daarvoor hebben we nodig een lemon vla eigenlijk, citroenvla. En een bodem, en die bodem maken van hardewener. Hardewener is ook wel vertaald als zandaarddeeg of iets dergelijks. We beginnen met de vla, de lemon vla. Heel simpel, pan. Dan doen we het citroensap in, vers geperst citroensap. Dan doen we de boter bij. En dan doen we de suiker bij. En dat geheel brengen we even aan de kook en laten we goed met elkaar vermengend doorkoken, zodat het één geheel is. Dat laten we even koken nu. Ondertussen ga ik vast met het hardewenendeeg beginnen. Nogmaals, hardewenendeeg, ook wel zandtaartdeeg of appeltaartdeeg, wat we ervoor draai aan geven. Iedereen kent het denk ik wel. Bloem, boter, suiker en wat ei. Niet een heel ei op deze hoeveelheid, dat zou te veel zijn. De bloem doen we in de bak. De suiker doen we erbij. We doen de boter erbij. Zo. Geel roeren we tot klontjes door, zodat we er een deegbal van kunnen maken eigenlijk, zeg maar. Dan moeten we er nog wat ei bij doen, het ei. Ik zei al, we hebben niet een heel ei nodig. Dus we doen een klein beetje van het ei erdoor. Tik je heel even los. Zo, en dan doen we een klein beetje van dat ei daarbij. Nou, we roeren dat tot een mooi korrelig deegje. Veel mensen noemen het ook wel een wrijfdeeg. In de professionele taal is dat eigenlijk een wrijfdeeg. Dat komt, dan wrijven we dat tussen de handen. Ik kan dat wel even voordoen. Wrijven dat zo, totdat we allemaal korreltjes hebben. En die korreltjes die vormen uiteindelijk een deegbal. En daar moeten we uiteindelijk op uitkomen. Als je het makkelijker vindt, mag je dat ook gewoon op het aardig doen. Als het gewoon is. Kijk, het begint al te klonteren. Zie je nou dat het toch nog iets te droog is, kunnen we er nog wat ei aan toevoegen. Ik denk dat dat in dit geval moet. Zo. Zo. Zo, nou hebben we dus een korrelige massa. Ik doe dat even over op de mijn soort werkbank, zeg maar, of aanrecht, en dan kunnen we dat wat makkelijker oppakken zo en tot een bal kneden. Wel belangrijk is dat zo'n hardewener of zo'n zandtaartdeeg altijd belangrijk even te laten rusten. Al het deeg heeft eigenlijk rust nodig, anders krijg je niet de eigen, want het ei zorgt ook dat het ietsje rijst en ietsje luchtig wordt. En zou je dat te snel op elkaar doen, dan krijg je geen krokant of je krijgt een heel bros deeg wat iedere keer uit elkaar valt. En wil je er in dit geval, zoals wij doen, nu taartjes van maken, is dat wat moeilijk. Nou, we zien, het is nu bijna allemaal tot één deegbal.
Nou, dit laten we even rusten. Ik heb daarvoor in de plaats alvast een deeg wat al gerust heeft. We dekken het andere deeg eventjes voorzichtig af, want en dit laten we dan rusten. Dit heeft inmiddels al gerust. Je ziet, dan is het iets donkerder van kleur. Vetstof is opgenomen. Nou, we hebben hier het citroensap met de suiker. En de boter. Mooi gekookt, mooi glazig, mooi helder. Ik moet even onder snel roeren, anders krijgen we daar klonten in. Zo. Dat brengen we dan aan de kook. En dat moet onder voortdurend roeren. Wat heel belangrijk is, is dat we het tegen de kook aan laten komen. En als het dan uit zichzelf de eerste bubbeltjes ontstaan, dan haal je het er eigenlijk af. De eieren mogen namelijk niet, ze moeten wel garen, maar ze mogen niet volledig stollen. In zekere zin is er hier sprake van het koken van een vla. Nou, dan hebben we nog het blaadje gelatine wat we geweekt hadden. Knijpen voorzichtig uit. Als de vla dan kookt, voegen we als laatste de gelatine toe. Zo, gelatine kunnen we toevoegen. Even goed doorroeren totdat het mooi opgenomen is, gelatine gelijkmatig opgenomen is. Daarna laten we dan de vla terugkoelen, dat wil zeggen koud worden. Echt goed koud worden, eigenlijk is het mooiste als je hem in een bak met ijswater zet of op ijs zet. Dat gaat natuurlijk ook het snelst, want we willen natuurlijk allemaal het taartje snel af hebben. En anders adviseer ik om het gewoon een nacht in de koelkast te laten staan. Zo, voilà. Nou, dit is de citroenvla. Die laten we dus nu afkoelen. Verder met het deeg. We gaan de vormpjes vullen. Wat ik al zei, we gebruiken individuele vormpjes omdat het een individueel dessertje wordt. Je kunt dat deeg, kun je of met een deegroller uitrollen. In dit geval is dat niet nodig. Je kunt gewoon een stukje per taartje portioneren en drukt hem eigenlijk gewoon tussen duim en wijsvingers mooi netjes uit in het vormpje. Zie je dat je iets te kort komt, doe er wat bij. Heb je wat te veel, dan strijk je dat eraf. Mooi gelijkmatig aandrukken. Strijken we het randje netjes af. Zo. Nou, deze zijn mooi aangedrukt. Deze gaan we blind bakken, zoals dat heet. Blind bakken is eigenlijk bakken zonder vulling. We doen er wel een soort vulling in, maar geen vulling die we later gaan gebruiken. Dan doen we een vetvrij papiertje in. Geen aluminiumfolie, want dat blijft plakken aan je deeg. Dan krijg je dat er eigenlijk nooit meer af. Zonder dat er overal stukjes aluminium in blijven kleven. Dus het liefst gewoon een stukje vetvrij papier. Wij gebruiken voor blind bakken in dit geval wat oude linzen. Die we eigenlijk alleen maar hiervoor gebruiken. Dat is mooi fijn spul. Dus het neemt goede vorm aan. Die vul je. Het gaat om het gewicht. Dit gewicht van de linzen. Die houdt de bodem dun en plat. Terwijl anders je bodem wil gaan rijzen. En we te weinig ruimte hebben om daar straks de lekkere vla in te gaan doen. Zo. Deze bakken we dan af op ongeveer 180, 185 graden. Een minuutje of 10, moet je even kijken wanneer die mooie kleur heeft. Goed, taartjes zijn in de oven. Vla is mooi dik geworden. Perfect voor het taartje. Gaan we eerst Italiaans schuim kloppen. En dat is eigenlijk suiker met eiwit.
Suiker doen we even in een pan met een bodempje water, om eigenlijk suikerstroop mee te maken. Zo. Die moet bij de 120 graden zijn. Dat kunnen we dan straks even meten. Daar hebben we een mooie temperatuurmeter voor. Ik kan natuurlijk ook een suikerthermometer erin hangen. Eiwit doen we vast in de machine. Ik verkies nu even machine omdat ik straks langzaam hete suikerstroop erbij moet voegen om hem dik te krijgen. Suiker die brengen we aan de kook. Suiker kookt nu, dat wil zeggen het water waar we de suiker in hebben gedaan, dat kookt. En dat moet er natuurlijk weer uit, want we willen alleen suikerstroop hebben. Oké, de suiker is nu bijna 120 graden. Het is echt belangrijk dat hij die temperatuur haalt. Alleen met die temperatuur wil zeggen dat dat water eruit verdampt is en dat je weer pure suikerstroop overhoudt. Ja. Schieten we dan langzaam bij de geslagen eiwitten. Dat moet je heel langzaam doen. Koude eiwitten moeten wennen aan die hete temperatuur van die stroop. Daardoor garen dan de eiwitten. En krijgen we, zoals het goed is, heel mooi dik, stevig. Eiwitmengsel. Zo. Dat laten we koud draaien. Dan gaan we de bodems uit de oven halen. Nou, ze zien er mooi uit. We gooien de linzen weer terug. Kijk, ziet er mooi uit. Zo. Kijk, dat is één. En twee gaat al. Nou, die gaan we mooi vullen. Met een citroenvla. Die is echt heel stijf geworden. Nou, dit geheel dat gaan we afspuiten met het Italiaanse schuim. Daar hebben we een spuitzak voor nodig. Goed, nou ik denk dat het eiwit wel stevig genoeg is. Zo. Als thuis nou dit niet over een spuitzak of iets dergelijks beschikt, dan kan dat natuurlijk ook met een lepeltje erop. Hè? Het hoeft allemaal niet met een spuitzak. Ik kan er ook wel één voor doen met een lepel. Zo. Het ziet er net even iets gezelliger uit zo. Deze hebben we dan afgespoten. Zal ik er eentje voor doen met een lepel. Daar kunnen we natuurlijk ook wel iets mee. Twee lepels erbij even pakken.
De bedoeling is wel dat we het vlaaitje een beetje dichtleggen, het taartje. Zo, nou dan. Dus netjes op bord. Brand hem af, kan onder een hete grill als u die thuis heeft. Kan op deze manier ook. Crème brûlée brandertje. En je ziet, het leuke is natuurlijk, als je dan van die puntjes hebt, geeft dat een leuk effect op het taartje. Zo. Nou. Even afdecoreren. Moet een crèche op, dus een beetje anijscrèche. Past goed bij het geheel. Zo, nou, dat ziet er gezellig uit, toch? Wilt u dit allemaal nog eens thuis kijken of namaken? Kijkt u dan gerust op de website of op de app Na Vanant Kookt. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Navenant, Hans en Dranken en restaurant La Casquette.